Je koopt voor 1,50 euro. Je betaalt met 2 euro en krijgt 1 euro terug. Hoe kan dat? Ik eet slaan uit een bak. Oké, jongens, wat ga ik vandaag doen? Ja, dat is de grote vraag. Ik weet het antwoord al en jij ook, want je hebt de titel natuurlijk al gelezen. Ik maak die grap veel te vaak. Lekker slaan. Ik ga facetimen. Wederom facetimen met YouTubers. I'm ready for this shit. I'm fucking ready. Oh ja, ik heb natuurlijk al een eerste deel van deze videoreeks gemaakt. Namelijk hier facetimen met YouTubers. Hier ging ik facetimen met onder andere Monica, Sophie, Gio en nog wat mensen. Masha en nog, ik ben vergeten. Sorry de persoon die ik ben vergeten. Het spijt me, soms kan je niet alles onthouden. Er komt een boertje aan, wacht even. Nee, dat was geen boertje. Nope. Yes! It's okay now. It's all good. Ik ga mijn grote Belgische vriend even bellen. Let's do this. Life was so good. Nathan, ik heb jou één keer eerder proberen te facetimen. Toen nam je niet op. De tweede keer is vandaag en je neemt weer niet op. What the fuck is this? Ik heb wel nieuwe schoenen. Kei leuk toch? Oké, ik ga Defano even facetimen. Wat weet jij en shit? Oké, ik ga gewoon één van de ponkers ga ik gewoon bellen. I don't give a shit. I hope he's with his other ponker friends. Because then we can all have fun. Grapje, dat was alleen. Dit is mijn telefoon, dat was alleen een hoesje. Ah, prank! Hey! Besef even, Jamie en Manon zijn gewoon. Ergens anders en ze nemen gewoon op. Gewoon een ander land en ze nemen op. We zitten in Milaan en we wachten echt over 10 minuten gewoon het vliegtuig in, zeg maar. The love is real. Jij hebt echt gewoon goed gedaan. Yeah. What the fuck hebben jullie in Milaan gedaan? Nou, geshopt. Ja, we hebben nog wel geshopt. Wow. Maar we hebben ook wel goede cultuurdingetjes gedaan hoor. We zijn wel goed geweest. Museum bezocht. Ja, we hebben een museum bezocht. Goed hè? Nee. Ik wil mijn nieuwe zonnebril laten zien. Oh nee, die heb ik net. Kijk, mijn nieuwe ketting. Wow. 12,5 euro bij de Primark. Nee, deze ketting is niet van de Primark. Oké, ik probeer een beetje de lifestyle fashion-achtige YouTuber uit te hangen, maar het gaat me niet zo goed af. Oké, ik wou eventjes erbij checken of je gelukkig bent in het leven momenteel. Moet jij niet naar school? Ik heb vakantie. Oké. Ik ben wel gelukkig, maar ik heb wel vakantie. Oké, niks gezegd. Niks gezegd. Hé, ik ga naar Aruba. Op het moment dat deze video online komt, ben ik al in Aruba. How about that? Yeah. Aruba is echt super lekker. Jij bent natuurlijk ook alweer in Aruba geweest. Geweest. Hoe weet je dan dat het lekker is? Ik zie altijd mijn foto. Oké, fair enough. Ik wil wel naar Aruba hoor, dus ik kom van pas. Ik ben klein. Ik ben heel klein, dus... Oké, bij deze. Ja. Nou, goede vlucht dan maar. Geniet van je vluchtje. Ja, goede vlucht. Jij hebt veel plezier in Aruba. Dank je. Kelvin, ben jij... Even vraag je toch, ben jij echt gelukkig? Ja, ik ben fuck... Ik voel me bezwaard als ik het niet vraag aan jou. Ja, nee, lief van je dat je het aan mij vraagt. Die interesse stel ik zeker op prijs. En het antwoord op de vraag is ja. I'm happy. I'm more happy when in Aruba. Maar nu ben ik dus in Aruba, dus eigenlijk ben ik gelukkig. Ja, antwoord is ja. Oké. We're friends. Ik ben heel blij en geniet van Aruba en... Dit was goed voor onze vriendschap. Bye bye. En goed van al deze mensen op het vliegveld. Love all you people on the vliegveld. Bye. Oh yeah. Oké. She did it. She just picked up the phone. Hij ging twee keer over bij Jamie. En ze pakt gewoon op. Yeah. Ja, dat kunnen we heel moeilijk gaan doen. Ik heb het de vorige keer ook al geprobeerd. Maar jongens. Dit doen we gewoon. Ik heb gewoon scheid. Ik heb gewoon echt scheid. Ik gok dat hij in de auto zit. Ik denk dat Giel in de auto zit. Giel zit altijd in de auto. Pick up the phone, motherfucker. Pick up the phone. Come on. Zijn telefoon is waarschijnlijk stuk. Oké, jongens, ik ontving net een voice memo van onze grote vriend Defano Holwijn. Op het moment dat je ook maar laat weten dat je leeft, bel ik je gewoon weer terug. Hey! Defano Holwijn. Ja. Luister. Ja. Stress jij ooit? Niet echt. Wat is de key tot stressloos leven? Key tot stressloos leven is... Vertel het me. Jezelf
Oké. Sultana eten. Oh, oké. Nog genoteerd. Wat was het laatste? Blijven flexen. Blijven flexen? Ja, maar wat moet je stressen? Ik zeg altijd, jongens, stel je voor, je hebt zo'n ongeluk en je broek gaat kapot. Je broek is €50. Je leven is priceless. Boom, man! Kom met de quotes. Wijsheden hier. Stop met kicks of the day. Stop met goeiemorgen zonder zorgen. Start gewoon Defano life goals. Key. Ja, man. Defano shit. Life goals. Goedemorgen zonder zorgen. We blijven lachen, jongen. Hey, luister. Ja. Normaal gesproken, maar hij voelt bij jou een beetje misplaatst. Normaal gesproken vraag ik aan YouTubers, yo, ben je gelukkig? Want ik vind in de wereld van YouTube, waarin alles een beetje op zijn kop staat, ja, moeten we met elkaar gewoon een beetje verbroederen en vragen, yo, ben je nou eigenlijk nog gelukkig? Maar bij jou is die vraag een beetje vanzelfsprekend. Ja, het is best wel vanzelfsprekend en daarnaast. Maar kijk, gelukkig, ja, en misschien ga ik anders te diep, maar... Nee, zeg het! Oké, gelukkig ligt diep, hè. Kijk, luister, je hebt, hoe gaat het? Ja. Zeg maar, een low stage. Dat is gewoon, iedereen zegt, ja, ben je gelukkig, is best wel levels, hè. Ja. Dat is best wel high. Dus ben je gelukkig, ja, is best een moeilijke vraag, maar... Een cijfer. Geef een cijfer. Van op een schaal van 1 tot 10? Moeilijk, man. Want gelukkig is, ja... Ja, nee, het is best wel diep. Als je me vroeg hoe het ging, zei ik zo heel goed, maar gelukkig. Wanneer ben je gelukkig? Nee, dat was niet de vraag, oké? Okay. Dat is voor iedereen anders. Ik ga heel diep, maar goed, ik ga voor een 7,5. Yeah, man. Gewoon bescheiden geluk. Gewoon low level geluk. Rustig. Bescheiden geluk, maar het kan altijd beter, maar je weet wat ze zeggen, hè? Weet je wat ze zeggen? Ja, nee. Wie zijn ze? Ik ook niet. Oké. Okay. Hey, ik heb nog één wat met jij voor je. Wacht even, ga er even goed voor zitten. Ik pak mijn microfoon er even bij. Komt-ie. Komt-ie. Hoeveel? Oh shit, je weet deze toch nooit. Okay. Hoeveel uiers heeft een koe? Ja, maar dit is zo flauw. Dit is 1. Nee! Ja, dat was goed. Ja, maar hoezo zou ik dit fout hebben? Je bedoelt 4, zou ik zeggen. Ja. Oh, oké. Dit is best een goede vraag op zich. Ja, toch? Iedereen heeft een fout, behalve jij. Ja, iedereen zegt of 4 of 5. Kijk, 4 kan ik wel begrijpen. Maar toen dacht ik van nee, natuurlijk niet. Het is gewoon. Nee. Maar weet je stelt hem ook wel fucked up. En je zegt hoeveel uiers. Ja, daarom. Ja, maar luister. Als er iemand de koning is in het stellen van vragen op een fucked up manier, dan ben jij het wel. Ja, ik ben ook wel een naaier. Oké, ik check je later, man. Nee, wacht. Ik heb ook een vraag voor jou. Oh shit. Oké. Ja, tuurlijk. Je gaat naar de bloemist. Naar de bloemist, oké. Ja. Bloemist, bloemen. Man, vrouw, maakt niet uit. Let's go. Ja. Ga door. Je gaat rozen kopen voor je moeder. Oké. Jij en ik weet je wat, mijn moeder is jarig. Allemaal leuk en aardig. Je koopt voor €1,50. Je betaalt met €2 en krijgt €1 terug. Hoe kan dat? Ja, daar sta je dan. Ik zit. Je zei, je koopt voor €1,50. Ja. I get it! Ik snap hem! Want je koopt voor €1,50 rozen. Hey! Alright, man, we zitten op een level, man. Allebei. Ik de uiers goed, jij de rozen goed. Levels, man. Yeah, man. I see you soon, man. See you soon, bro. Alright, bye. Holy shit! Fucking nice! Woo, man! I'm proud of myself. I'm so fucking proud of myself. Behalve mijn kapsel, because it's fucking shit. Zo, prima. Oké, ik voel vibes. Ik voel zeker de vibes. Ik ga gewoon door. Kennen we allemaal Zeus? Jawel, toch? Wat zie je er goed uit? Wat zie jij er goed uit? Dank je. Zeg het eens. Hoe gaat het? Je ziet er echt ultiem chill uit, alsof je de hele dag gechilled hebt. Dat zal ik je geen ding vertellen, hè? Dat heb je ook gedaan. Goeie shit. Hey, wanneer gaan jullie nou stoppen met Zeus dan? Hey, Kelvin. Ja? Yeah. Wij zijn Zeus en we stoppen nooit. Wanneer stoppen jullie? Nooit. Wanneer? Morgen. Oh. Oké, ik bel King Alert. Nee, je weet het, hè? Nooit! Nee, Zeus stopt nooit. Hey, maar wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het filmen. Ik FaceTime YouTubers er nu en dan om even te kijken of ze nog gelukkig zijn. Dan vraag ik wel echt aan een van de meest gelukkige mensen op aarde. Daarom was ik ook niet bang om jou te FaceTime, want ik dacht, Stefan is sowieso altijd gewoon in voor leuke shit. Ja, tuurlijk. Ja, toch. Mensen moeten het begrijpen. Mensen, je maakt hier Stefan mee. Stefan is een ruige jongen, maar heeft een super lief hartje. Ja, in zijn natuurlijke habitat. Kijk, hij heeft gewoon een pyjama aan. Nee, man, dit is gewoon mijn trui. Oh. Oh, hey. Defano gaf me een 7,5. Echt? Nou, dat is toch prima? Ik geef mezelf echt. Ik denk
gewoon 10 gewoon. Niet. Ja, serieus. Waarom zou ik klagen, Kelvin? Geef me één reden waarom ik zou klagen. Omdat je dood kan gaan. Ja, maar ja, hè, ja. Ja, daar heb je niks op te zeggen. Ja, maar dat weet je... het is nou helemaal een feit dat we allemaal dood gaan. En weet je, of het nou morgen gebeurt over 10 jaar of als ik 85 ben, gebeurt toch wel, weet je. Moet je daar dan depressief over zijn? Nee, maar er zit een verschil tussen een 10 en depressiviteit. Ja, maar... Of een 7,5 en depressiviteit. Ik denk er echt niet over na. Oké, okay. Goed zo. Goed zo. Dan heb ik nog een vraag voor je. Hoeveel uiers heeft een koe? Hoeveel uiers? Ja. Ja, hij heeft 1 uier. Yeah, man. 4 tepels. Wat heeft hij? Yeah, man. Wat dan? Ja, nee, je hebt het goed. De Fano had het ook al goed. Iedereen zegt 4 uiers. Bedankt voor het leuke gesprek hier. Ik ga wel hangen. Ik check je later. Doei. Hey, Kelvin. Oh, ja. Ben jij gelukkig? Ja. Dan ben ik ook gelukkig. Hey, bye, man. Bye. Geloof het of niet, Stefan van je Zeus, ken je Zeus? Zeus stopt nooit, dat zijn de jongens die nooit stoppen. Ik wil al jaren dat ze stoppen gewoon niet. Ah! Stefan is echt, in de video's, als je hem in het eerste opzicht ziet, denk je van, yo, wat is dit voor ruige, hippe gast? Ik wil niet zeggen dat je niet hip bent, Stefan. Je bent, Stefan is echt, is gewoon zo'n liefdevol voorwerp. Ik ga het hier ook gewoon bij houden. Stefan, I love you. I do love you. You pick up the phone. Everyone who picks up the phone, it's good. Oké. Okay, geef een duimpje omhoog op deze video als je hem leuk vond. En als je meer de FaceTime met YouTubers wil of FaceTime met krokodillen of zo, maakt me helemaal niks uit. Dus geef een duimpje omhoog. Ik check jullie gewoon weer later. Bedankt voor het kijken. En ik hou van jullie. Echt luister naar me. Ik hou van echt van jullie. Ik hoef geen neppe pranks te doen. Ik hoef geen fake ass shit te doen. Gewoon lachen. Kutten met andere mensen. I love it. Dus bedankt voor alle support. Ik check jullie later weer. Bye. Kelvin out. Ajojo. Ik zou helemaal niet met je appen. Ik ga ook slapen. Loser. De mazzel loser. Slaap emojis. Later. Grapje. Kussie. Mooi. Love you. Love you too, baby. Oh. Oh yeah, baby. I said it. I just said it. I said I love you. So you gon' respond. No, wait. I said love you, baby. So you gon' respond with saying I love you too, baby.